Yes, what up guys, mijn naam is QC en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw deel van mijn verhaal. Ik ga jullie weer een verhaaltje vertellen en volgens mij als jullie al naar de titel hebben gekeken, waar ik wel van uitga, weten jullie al waar het over gaat en dat gaat over dat ik mijn ex heb betrapt met vreemdgaan. Dus ik ga jullie meenemen naar het begin over hoe ik met haar in contact ben gekomen, hoe lang ik met haar ging en hoe ik haar uiteindelijk heb betrapt met vreemdgaan, man. Dus ik zeg let's go. Nou jongens, dit begon allemaal best wel lang geleden als ik nu zo nadenk, meer dan 10 jaar geleden. En ik weet niet of mensen al eerdere video's van mij hebben gezien, echt een tijdje terug. En als je dat allemaal een beetje hebt gezien, dan weten jullie al dat ik best wel vroeg actief was, ook op seksueel gebied. Ik was misschien, even kijken, ja precies 14, op mijn verjaardag. En dat was voor de eerste keer en toen was ik eigenlijk al actief met, echt met meid. Dus ik leerde een meid kennen, ja leren kennen, ik ken haar al echt al lang sinds dat we klein waren. Maar toen we ouder waren voelden we eigenlijk een soort van vibe. En, dus ik nodig haar een keertje uit om bij me thuis te komen en ja, je weet dan hoe laat het is. Mijn moeder was weg, ik moest sowieso eerst wachten tot mijn moeder weg was, want ik mocht niet zomaar een meid bij mij thuis laten komen. Je weet, ik was jong. Dus toen mijn moeder weg was kwam ze naar mijn huis toe en toen kwam ze binnen, toen gingen we naar mijn kamer toe en zo. En van het ene gebeurde het andere. Ik hoef daar denk ik niet veel meer over uit te leggen. Dus we hadden een beetje gek gedaan. En op een gegeven moment ging ze naar huis toe. Dat waren de tijden van MSN. Dus ik connecte haar op MSN. Bleef een beetje praten. En ik merkte gewoon op een gegeven moment, ik denk na een paar dagen praten, dat ik haar echt leuk begon te vinden. Dus weer uitnodigen en gewoon chillen en zo. En ik begon echt gewoon verliefd op haar te worden. Iets wat ik niet had verwacht op dat moment. Want ik dacht van ja, we gaan eventjes gek doen. En van beide kanten gewoon gek doen. En dat is het eigenlijk. Maar het ging verder als dat. Ik werd verliefd op haar. En we kregen dus een relatie. En we waren allebei echt jong. En op een gegeven moment hadden we een aantal maanden relatie. En ik moet wel zeggen dat het wel met pieken en dalen waren. En het is, ja, ik denk ook als je zo jong bent, rond de 14, dan ben je sowieso, is het altijd een soort van puppy love. Dus op een gegeven moment, ik ging een aantal maanden met haar. En wel met pieken en dalen. Je weet er helemaal puppy love. Dus ik ben sowieso nog echt heel jaloers. En dit en dat, er gebeuren van allerlei dingen. Dus het waren altijd met pieken en dalen. Maar het ging op zich wel goed. Tot een dag dat zij een keertje naar oma toe ging. Ze ging naar oma toe en woonde ergens een stukje verder. Ik weet niet meer precies waar ze woonde. Maar op een gegeven moment, ik weet niet, we hadden altijd MSN contact. En ze deed dat weekend al een beetje raar tegen me op MSN. Ik dacht, oké, je weet toch, ik weet niet wat er is. Dus op een gegeven moment kwam ze terug. En ik weet nog wel dat ik wist dat ze terug zou komen. Dus ik wachtte gewoon voor haar deur. Dus ze kwam thuis, haar ouders stapten uit, gingen naar binnen. Ze hebben even met mij staan. Ze zegt, ja, ik moet je wat vertellen. Ik denk dat het beter is dat we uit elkaar gaan. Dus ik zeg, hoezo? Ze zegt ja, met mijn leeftijd. En ze was ook gewoon 14 zo. Maar ze zei ja, op mijn leeftijd hoor ik eigenlijk gewoon nog met poppen te spelen en zo. Ik dacht, wat? Met poppen te spelen? Wij hebben hele andere dingen gespeeld. En nu kom je naar me toe en zeg je poppen spelen? Dus ik zei tegen haar, van, dit is sowieso een invloed van je oma. Ik ben een weekend bij je oma geweest. Je komt terug en je zegt dat je met poppen moet spelen. Dus ze zegt ja, mijn oma heeft het daar ook over gehad en zo. Weet je, ah ja, is cool. Dan is het uit. Ik zeg je eerlijk, ik was gebroken. Dus het was uit, maar ik had wel altijd de regel van, ik laat mijn matties nooit vallen voor een chick. Je weet toch, ik blijf, je moet het wel combineren, maar ik laat ze nooit vallen. Maar ja, natuurlijk, het gaat uit. Dus dan ben je alleen nog maar met je matties en alleen nog maar op straat. En wat jullie al uit eerder verhalen weten, ik was wel altijd gewoon op de straat en een beetje verkeerde dingen doen en dat soort dingen. Dus ik was veel op straat, maar op een gegeven moment kwam ik weer een beetje in contact met haar. En dat was misschien een paar maanden later. En we gingen het soort van weer proberen. Ze misten me, oké, okay, bla bla bla. Maar nu was het de periode van, weet je toch, ik vond de straat en mijn matties te lauw. En met haar, ik weet niet, die hele vibe, ik voelde het niet echt of zo. Dus ik was zeg maar altijd gewoon met mijn matties. En ik maakte heel weinig tijd voor haar vrij. Alleen als we een beetje gek gingen doen of zo. En verder was ik gewoon aan het chillen. En als we gek gingen doen, ging ik ook daarna gelijk weg en zo. Dus op een gegeven moment belt ze mij op een dag. En ze zegt tegen mij van ja, kan je even naar me toe komen? Dus ik ging naar haar toe. Ik kom boven en ik weet nog wel, ze was in haar moederskamer. En ze zat achter de computer daar. Ze zegt ja, ik moet je iets vertellen. Dus ik zeg tegen haar. Ik zeg ja, zeg maar. Dus ze zegt ja, ik heb met een andere jongen gezoend. En een of andere manier boeide me het niet of zo. Dus ik zei tegen haar, ik zeg ja, oké, okay, ja, als dat is gebeurd, wel fijn dat je het eerlijk hebt gezegd, maar ik hoef jou niet meer te zien. Dus ik liep die trap af en toen kwam ze naar me toe van, nee, laten we hierover praten en zo. Ik zeg, nee, we gaan gewoon weg van mij, joh. Ik ben cool, joh. Dus ik ging weg en uiteindelijk gingen daar weer een paar maanden overheen. En toen, weet niet man, toen kwamen we weer in contact, maar toen was het wel anders. Want op een gegeven moment begon ik haar ook wel te missen. En ik dacht van ja, weet je, ik vond de relatie toch wel fijn. Ook al was het op jonge leeftijd, maar ik ga haar weer checken.
Dus uiteindelijk kwamen we in contact en een beetje praten. En toen kwam er zeg maar een periode dat ik weer met haar ging. Maar ik probeerde het ook allemaal anders aan te pakken. Want voorheen, ook in de eerste paar maanden, waardoor het denk ik waarschijnlijk kapot is gegaan, is dat ik best wel jaloers was. Wat ik al zei, puppy love, ben je sowieso denk ik extreem jaloers. Dus ze mocht ook weinig van me. En ik zei altijd van ja, niet dit en dat. En je mag niet met andere jongens praten op MSN. En noem maar op. En gewoon nog meer dingen. Altijd controleren waar ze was, wat ze deed en zo. Dat was de eerste periode, was ik trouwens even vergeten te vertellen. Tweede periode was het van I don't give a fuck. En derde periode dacht ik van nu moet ik het wel gewoon goed aanpakken. Minder jaloezie, minder controleren. En iets meer tijd ook met haar dan in behalve met alleen mijn matties. Dus ik ging weer meer met haar om. Ja, dus alles ging eigenlijk goed tussen ons. Het ging gewoon een paar maanden goed. En we hadden het leuk samen. En we deden ook leuke dingen samen. En ik weet nog wel precies de dag dat het misging tussen ons. Het was allemaal op een vrijdag. Ik was vroeg klaar met school en ik fietste van school naar huis toe. Maar als ik meestal de route die ik fiets, kom ik eerst langs haar huis. Dus ga ik ook soms gewoon langs haar huis. En ik fietste naar huis toe en ik wist ook dat zij eerder klaar was. En ik deed mijn fiets in de tuin. En ik kwam naar binnen en op een gegeven moment, kijk, ik moet jullie nog iets uitleggen. Destijds was ik al bezig met rappen. En destijds rapte ik gewoon altijd op instrumenten. Maar de regel was altijd, op welk instrumental je rapt, die beat is van jou en die moet je niet laten lekken, terwijl die beat gewoon van Amerikaans is. Maar soms was er eentje moeilijk te vinden, een beetje onbekende artiesten. En dan had je een beat en die wou je zeg maar niet dat iemand anders ineens in je stad daar op hoort spitten. Want als je dat hoort, dan wil je niet meer erop springen en zo. En zo ging het altijd. Ik denk dat mensen die een beetje uit mijn tijd komen en ook allemaal instrumental mixtape downloaden, die snappen dat wel. De link met het verhaal over vreemdgaan, dat komt nu. Ik ging op een gegeven moment op de computer en ik wou die beat aan iemand laten horen. Iemand die daar was, misschien haar broer, dat weet ik niet meer precies. Dus ik download die beat en ik denk van ik ga hem even luisteren, ik luister hem, ik laat volgens mij een stukje verse horen die ik erop had gespit. Was waarschijnlijk helemaal niet zo denderend, maar op dat moment vond ik mezelf best wel goed erin. En ik liet hem horen en ik was nog een beetje achter de computer en ik wou de beat verwijderen. Juist om het geval dat zeg maar, stel je voor dat iemand anders die beat krijgt te pakken, dan spit hij straks op die beat, heeft iets opgenomen en dan is mijn beat weg, terwijl uiteindelijk niet mijn beat is. Ik hoop dat jullie het nog een beetje volgen. Dus ik denk, laat me die beat verwijderen. Maar normaal doe ik altijd verwijderen met shift en delete. En dan verwijder je een bestand in één keer. Maar een of andere manier deed ik rechter muisklik en deed ik hem in de prullenbak. Alsof het moest gebeuren. Dus ik dacht bij mezelf van, er komen best wel vaak mensen hier over de vloer. Vrienden van de broer en noem maar op. Ook misschien mensen die wel rappen en zo of kunnen rappen. Ik dacht, die beat moet ik sowieso helemaal verwijderen. Dus ik ging naar de prullenbak toe. Dus ik wou die beat verwijderen. Ik ging in die prullenbak. En op een gegeven moment zag ik allemaal MSN gesprekken staan. En je moet denken, dit was een periode dat ik niet meer ging controleren op haar. Dus als ik op de computer zat, ik ging niet naar haar MSN gesprekken toe. Want de mensen die van MSN weten, weet je dat je altijd zo'n geschiedenismap had waar je al je gesprekken terug kon lezen. Maar ik dacht van zo ben ik niet meer. Dus dat deed ik ook niet. Maar ik ging toevallig naar die prullenbak toe. Ik wou die beat verwijderen en ik zag MSN gesprekken staan. En op dat moment dacht ik, iets klopt hier niet. Of die MSN gesprekken zijn van haar zus. Of het zijn haar MSN gesprekken. En er stonden drie verwijderde gesprekken in, dat weet ik nog hartstikke goed. En op een gegeven moment opende ik zeg maar één zo'n MSN gesprek. En toen las ik allemaal dingen die ik niet wou lezen, man. Echt niet wou lezen. Dingen als van, ja, je bent veel leuker als mijn vriend. En nog meer dingen, iets van, wanneer zie ik je weer en zo. En was gezellig. Of, ik weet niet meer wat allemaal. En er waren nog twee andere gesprekken. Die twee andere gesprekken heb ik niet eens gelezen. Bij de eerste was ik al gewoon helemaal klaar mee. Dus op een gegeven moment, ik riep haar naar me toe. En ik riep haar nog gewoon lief, hè. Ik zeg, schatje, kom eens even. Toen zei ze, ja schatje, wat is het? Toen liep ze naar me toe. Toen stond ze naast me. En ik zei, wat is dit? En ja, ze was helemaal stil. Ik bek vol tanden, ze wist niet wat ze moet zeggen. En ik zei tegen haar, hoe kan je mij zo bedonderen? En ik begon helemaal te flippen. Helemaal uit mijn dak aan het gaan. Ik heb haar voor alles uitgescholden. En dat was misschien ook niet zo tof. Haar ouders waren er ook bij en zo. Maar op dat moment was ik echt gewoon flipping, weet je. Ik betrap je gewoon op vreemdgaan. Wel indirect. Maar wel betrappen, weet je. En dat ik, ja, als ik haar zou betrappen gewoon met iemand anders op dat moment, zou ik nog meer fucked up vinden. En wat het allemaal zo fucked up maakte, was dat ik, zeg maar, dit keer voor mijn gevoel deed ik het gewoon goed en besteedde ik genoeg tijd aan haar. En alsnog flikte ze me dat. En toen heb ik helemaal uitgescholden. Ik weet nog wel, met haar zus was ik ook altijd goed. En
Ik weet nog wel dat haar zus mij kwam kalmeren. En op een gegeven moment ging ik daar weg. En sindsdien is het voor altijd uitgebleven. En hebben we nooit meer een relatie gehad. Maar ik ben nog wel cool met haar. Als ik haar zie, goed ik haar. Zelfs als mijn vriendin haar ziet, goed ze haar. Dat is gewoon een toffe meid ook. Dus ik mag haar ook gewoon. Maar dat was gewoon het einde verhaal. En op een gegeven moment was het een langere tijd uit. En toen kwam er op een gegeven moment een meid naar me toe. En dat verhaal staat ook al eerder online. Hoe ik en Stef elkaar ontmoet. En toen ontmoette ik dus de vrouw van mijn leven, waar ik nu al bijna 10 jaar mee ga. 17 december ga ik al 10 jaar met Stef. En wat ik altijd zeg, alles had moeten lopen zoals het moeten lopen. Neem ik het haar kwalijk? Nee, we waren ook jong. We deden ook maar wat en we hielden wel van elkaar. We hebben leuke tijden meegemaakt, maar sinds die dag was alles over. En ik weet nog wel dat ze zeg maar dat ze me een tijdje terug wou. Maar ik wou gewoon solo zijn. Op een gegeven moment leerde ik gewoon Stef kennen. En was dat de liefde van mijn leven geworden. En ben ik daar gelukkig nu al 10 jaar mee. En verder, wat ik al zei, ik heb geen problemen met haar. Toffe meid en ik gun haar de hele wereld. En ik denk dat ze mij dat ook wel gunt. En we zijn gewoon cool met elkaar. We chillen niet met elkaar, maar... Ik weet of we kennen elkaar ook al lang voordat we een relatie hadden, toen we nog gewoon klein waren, kenden we elkaar al. En, in ieder geval jongens, dit was dan de video. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Vergeet hem niet te liken, te subscriben en dan zie ik jullie de volgende video. Ik hou van jullie, later.